De crisis rond SP-gedeputeerde Ad Meijer is gisteravond op een drama uitgelopen. Voor het hele college van gedeputeerde staten. En hierdoor staat het dagelijks bestuur van de provincie op omvallen. Marjan van Ens, jij was daarbij gisteravond, ook nog wel vannacht. Wat is er allemaal gebeurd op het provinciehuis? Ja, het is een strijd geworden tussen aan de ene kant de coalitiepartijen VVD, CDA en D66... en aan de andere kant de oppositie. Het is, zoals we dat gekscherend wel eens noemen, hogere politiek. Ook nog wel met gekonkel. Maar eigenlijk, als je het terugbrengt, is het heel eenvoudig. Wat is er gebeurd? VVD, CDA en D66 zitten samen met de SP, met de gedeputeerde van de SP, Ad Meijer, in het college. Maar VVD, CDA en D66 zeggen, het is zo moeilijk samenwerken met deze man dat wij die samenwerking willen beëindigen. Deze man moet uit het college worden gezet. Jan de Reus, de fractievoorzitter van de VVD, verwoordde het gisteren als volgt. Vanaf het begin botste de heer Meijer met leden van verschillende fracties binnen Provinciale Staten. De toonzetting was niet altijd even gelukkig en daarvoor werden dan verontschuldigingen aangeboden. En op weg naar een volgend incident. De afgelopen maanden zijn er regelmatig gesprekken gevoerd met GS en met individuele leden van GS. Daaruit blijkt duidelijk dat ook de overige leden van GS de samenwerking als een toenemende last ervaren en dat er geen vertrouwen meer is in samenwerking binnen GS met deze gedeputeerden. Ja, als je zoiets heftigs hoort, dan kan ik me voorstellen dat je eer aan jezelf houdt en opstapt als gedeputeerde. Ja, maar dat is niet de aard van Ad Meijer. Hij verdedigde zich met verven en haalde juist uit naar de VVD, CDA en D66. En ik denk dat mijn coalitiepartners ook liever hebben dat hier een soort trekprop gedeputeerde zit die keurig doet wat meneer de Reus wil. In plaats van ene Ad Meijer die nog wel eens over zoiets als zijn eigen wil beschikken. En daarom, voorzitter, wil ik tot mijn coalitiepartners zeggen uit de grond van mijn hart. Als je een politieke discussie met me aan wil, doe dat dan. Hier op deze plek en wacht niet. Maar verschuil je niet achter zoiets als de Flevolandse bestuurscultuur. Want dat vind ik laf en achterbaks. Ja, als je dan kijkt naar de verhoudingen tussen collegepartijen VVD, D66, CDA enerzijds en de SP anderzijds, ja, dan kun je eigenlijk zeggen dat is totaal verziekt. Hè? Ja, absoluut. Maar betekent dat ook automatisch dat de gedeputeerde Ad Meijer van de SP moet vertrekken en dat de andere gedeputeerde van VVD, CDA en D66 geen blaam treft? Ja, de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 vinden van wel, maar de oppositie is het daar totaal niet mee eens. Onder aanvoering van Chris Jansen van de SP ging de oppositie behoorlijk tekeer tegen die collegepartijen gisteren. Want, zegt de oppositie, wij hebben misschien ook niet alle vertrouwen in Ad Meijer. Wij vinden ook dat hij inhoudelijk wel steken heeft laten vallen hier en daar. Maar om hem op deze manier weg te sturen zonder ons erbij te betrekken als oppositie, dat gaat ons wel 10 stappen te ver. Het is niet netjes, het is niet chic, het klopt gewoon niet. En dat was ook de reden waarom de oppositie uiteindelijk tegen de motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Ad Meijer stemde. En daarom kwam Ad Meijer met de schrik vrij. Daar was hij natuurlijk heel blij om. En wat je nu ziet, ook al is het kantje boord, is dat de meerderheid van de staten zegt, op dit moment is dat vertrouwen er. Dat is gewoon de consequentie van de uitspraak. En daar maar er is geen vertrouwen onderling tussen de gedeputeerden. Dat heb ik ook kunnen vaststellen. En dat is ook daadwerkelijk met zoveel woorden gezegd. Ja, maar ik heb ook het woord van fractievoorzitter De Reus net beluisterd, die in zijn slotwoord zei dat als de motie wordt verworpen, is dat ook een signaal waar we iets mee moeten. En dat lijkt me een verstandige benadering. Kortom, dit is nog niet het einde van de discussie. Hier houdt het niet op. Dat denk ik ook niet. Even rechttrekken, Chris Jansen is natuurlijk van de PVV, niet van de SP. Ja, zoals je ander politieke spectrum. Ja, ja, precies. Klopt. Even terug naar deze laatste quote. De laatste uitspraak is een beetje ingewikkeld, Marjan. Ja. Wat bedoelt Meijer daar nou mee? Nou, hij zegt, ik heb het vertrouwen gekregen van de meerderheid van de staten. Dus ik mag nu aanblijven. Maar we hebben als compleet college van gedeputeerde staten natuurlijk onderling wel degelijk een probleem. We hebben een vertrouwensprobleem. En dat betekent dat die andere gedeputeerden, je ziet ze hier ook, hè, Rijsberman, Appelman en Lodders, dat zij misschien maar eens moeten nadenken of zij niet degene zijn die moeten opstappen in plaats van ik. Ja, is dat een serieuze mogelijkheid? Kan dat gebeuren? Eerlijk gezegd kan alles op dit moment gebeuren. Ja, de situatie is heel erg onduidelijk. Het gebeurt echt niet vaak dat er zoiets in de provincie gebeurt. En ja, het is ook wel degelijk een mogelijkheid dat deze drie heren opstappen. Dus dat zij zeggen, wij gooien de handdoek in de ring. Onduidelijk. Ja, we schakelen even over live naar het provinciehuis in Lelystad natuurlijk. Daar staat onze verslaggever Arend Dubbelboer. Ja, de laatste stand van zaken. Arend, ben je al wat wijzer geworden daar?
Nou, wat we in ieder geval weten is dat de vier gedeputeerden allemaal toch vandaag zijn begonnen met werken. Dat laat de provincie weten. Maar wat er dan verder is gebeurd, hoe dat dan is gegaan, ja, dat blijft gewoon een beetje gissen. We hebben natuurlijk wel gevraagd naar alle vier gedeputeerden hoe ze deze dag hebben ervaren, hoe het precies gegaan is. Maar ze willen voorlopig er nog niet op reageren. Iemand die wel heeft gereageerd is de commissaris van de Koning, Leen Verbeek. Hij zegt dat hij met de gedeputeerden rond de tafel gaat zitten om te gaan praten. Maar of er iets uit is gekomen of er wat uit gaat komen, ook dat is gewoon afwachten. Goed, dankjewel Arend, vanuit Lelystad dus. Marjan, het gebeurt eigenlijk bijna nooit, maar we kunnen nu toch wel zeggen dat er echt wel sprake is van een crisis binnen het provinciebestuur. Hè? Ja, absoluut. En ze zullen op dit moment waarschijnlijk binnen dat provinciehuis alles op alles zetten om de schade te herstellen en om het vertrouwen onderling te herstellen. Maar die verhoudingen zijn zo geschaad gisteravond ook en al eerder in aanloop hier naartoe natuurlijk, dat ik denk dat die verhoudingen eigenlijk niet meer te herstellen zijn. Binnenkort zullen we meer horen. Zeker.